Zoals je kan zien is het best wel een uitgesproken badkamer. De badkamermeubel blijft op dezelfde plek. En toen zagen we dus deze kleur groen. We mogen gelukkig bij de buurvrouw douchen. Hier hebben we de wc aan staan. Woehoe! Nee, niet zo! Zo. Mooi ze. Oh! Hallo allemaal. Hi. En welkom bij de lang verwachte badkamer en wc verbouwing. Niet alleen voor jullie, maar ook voor ons. Want wij wilden eigenlijk al vanaf het moment dat we hier gingen wonen heel graag een nieuwe badkamer en wc. Alleen toen hadden we daar niet echt het budget voor en... De energie. Dat ook. Ja, en we dachten gewoon dat komt wel als we er wonen. Nou, inmiddels wonen we er, geloof het of niet, al 3 jaar. Ja. Time flies. En in deze video gaan jullie allemaal beelden zien van de afgelopen maanden en hoe het geworden is. Dus dit is echt het hele verhaal met alles erop en eraan. We beginnen even met onze oude badkamer. Ik zal jullie nu wat beelden laten zien. Nou, zoals je kan zien is het best wel een uitgesproken badkamer. Niet echt onze smaak. Nee, er waren wel heel veel andere mensen die het wel heel mooi vonden. Maar wij wilden wel iets anders. Ja, we wilden echt graag iets anders. Met name, zeg maar, ik vond die tegels nog wel wat cools hebben. Maar gewoon die wasbak. De iets, afwerking. Ja, was gewoon niet helemaal onze smaak. Het was ook gewoon een hele oude badkamer. En iets wat vooral ik heel erg miste boven. Nou, ik denk ik ook wel. Was een tweede toilet. Want wij hebben dus alleen beneden een wc. En met name in de winter, als ik dan 's nachts naar de wc moet, dan denk ik, oh, dan moet ik helemaal naar beneden. Dus we hadden al bedacht van als we ooit een nieuwe badkamer nemen, gaan we kijken of we daar misschien een wc in kunnen hebben. We besloten om gewoon naar een badkamerwinkel te gaan. Dat leek ons het makkelijkst. We zijn naar Sani Direct gegaan. Dat kenden we volgens mij van tv en via. Het klonk gewoon betrouwbaar en we dachten als we gewoon naar een badkamerwinkel gaan in plaats van dat we zelf allemaal losse badkamerspullen gaan kopen, dan krijg je gewoon hulp, advies. Koppelen ze je ook gelijk aan een aannemer, want dat schijnt volgens mij ook echt een ramp te zijn om een aannemer te vinden die op korte termijn je badkamer kan doen. Dus en dat, die betrouwbaar is. Ja, dat ook nog eens. Ja. Dus we dachten gewoon, oké, we gaan naar Sani Direct en dan gaan we gewoon kijken of we daar iets kunnen vinden. Dus we kwamen aan bij Sani Direct, hadden online een afspraak gemaakt en toen zeiden we willen een nieuwe badkamer en... Een nieuwe wc beneden, want die was mogelijk nog in slechtere staat dan de badkamer. Ja, het tweede deel van de video gaat vooral over de wc, het eerste over de badkamer, maar we kwamen echt voor allebei. Ja, inderdaad. En toen hebben we samen met de medewerker daar een plattegrond gemaakt. Maar dat was voor ons niet zo heel ingewikkeld, want we hebben niet zo heel veel ruimte. Dus de bad bleef op dezelfde plek. Ja, want ik wilde heel graag nog steeds een bad. Ja, en daar douchen we dan in. Dat vind ik ook niet echt een probleem. Badkamermeubel blijft op dezelfde plek, maar werd wel breder. En met een kast eronder en een grotere spiegel boven. En daarnaast hadden we nu ruimte voor een wc. Omdat we tijdens de verbouwing de wasmachine en droger naar beneden hadden geplaatst. Ja, want de vorige bewoners hadden hun wasmachine en droger ook in die kleine badkamer. Dan lijkt het me krap. Ja, was het ook echt. Wij dachten eerst van, nou... Een aanleiding voor een wc aanleggen, dat is heel ingewikkeld. We moeten dan een Sani-broyeur nemen. Die hebben een kleinere pijp. Zou makkelijker zijn. Maar hij is ook duurder, want het werkt met een vermaler. Ja, dus dat is een soort apart type wc. Wat ook aangesloten kan worden op een smalle buis. In plaats van echt zo'n rioolbuis. Ja. Dat dachten we toen nog. Maar daar komt straks meer over. Daar komen we ook op terug. Dat ging eigenlijk heel soepel. We hadden nog niet echt bedacht wat voor badkamer we precies wilden. We wisten alleen dat we groene tegels wilden op de muur. Ja. Dat vonden we allebei heel erg mooi. Ja, dat is eigenlijk het enige idee waarmee we binnenkwamen. Ja. En wij dachten van, oh, nou dan gaan we even de tegels uitzoeken. En dan gaan we weer weg. Maar wij zijn serieus uren in die winkel geweest. Nou, dat was niet normaal. Hoe wij naar buiten kwamen. Ja, we waren echt helemaal kapot. Overprikkeld. Nou, ten eerste natuurlijk het bad. We wilden een mooi bad. Maar we wilden ook dat we ook samen in bad zouden kunnen. En dat je er ook fijn in kon douchen. Dus dat je niet bijvoorbeeld een bad hebt met twee van die schuine wanden. We hadden namelijk een heel fijn bad uitgekozen met één schuine wand. En één recht gedeelte. Zodat je dan in dit gedeelte zeg maar kan douchen. Zonder dat je dan zo helemaal naar voren moet staan. Ja. Dus er is wel één kant van het bad waar je veel lekkerder zit dan de andere kant. Maar we zitten ook meestal met één persoon. Of ja, ik zit meestal in mijn eentje in bad. Dus als we dan met z'n tweeën gaan, is het ook niet zo erg dat eentje niet schuin kan zitten, zeg maar. Nee. Iets waar we het ook meteen over eens waren, was dat we een heel mooi houten meubel wilden. We zagen er eentje bij Sani Direct die we echt prachtig vonden. We wilden dus groene tegels. We stonden in een poosje te kijken naar deze wat falere groene tegels. Die vond ik vooral wel echt mooi. Maar Nick zei van ja, ik vind het toch een beetje flats. En toen zagen we dus deze kleur groen. En dat vonden we echt zo'n diepe mooie kleur. Dat stond ook heel mooi in combinatie met het houten meubel.
We hadden wel al bedacht dat we hele specifieke tegels op de vloer wilden. Die ze niet bij Sani direct hadden. Want ja, misschien als jullie onze vlog zo heel lang kijken. Weet je bijvoorbeeld dat we in Lissabon in een Airbnb zaten. En daar had je echt gewoon zo'n classic wit met zwarte vloer qua tegels. En wij hebben al heel lang in ons hoofd dat als we ooit een badkamer gingen verbouwen. Dat we zulke vloertegels wilden. Ja. En ik dacht, oh nee, die hebben ze daar niet. Ja, dat is misschien heel dom gedacht. Maar ik dacht dat je dan alles bij die winkel moest uitzoeken. Maar zij zeiden, nee hoor, je mag ook gewoon je eigen vloertegels bestellen. Ja. Zeg maar, je mocht ook nog zelf dingen aanschaffen. Los van wat je bij hun deed. Vond ik heel chill. En de aannemer, die legt het dan gewoon. Ja, precies. Ja. Nou, toen we dat houten meubel en die groene tegels hadden gekozen. En het pad dus ook al. Toen dacht ik van, het lijkt me heel cool om een soort gouden details te doen. Dus messing, kraan, douchekop, kraan bij de wasbak. Dat leek me gewoon prachtig in combinatie met dat groen. En toen kwamen er echt nog heel veel details. Dus we moesten bijvoorbeeld uitkiezen welke radiator we wilden. Ja, we wisten het allemaal echt niet. We dachten echt, doe maar wat. Ja. En we wilden ook zo'n spiegelkast. Dus dat het een spiegel is en een kast in één. Ik vind ook wel bijvoorbeeld zo'n ronde spiegel heel mooi. Maar gewoon qua opbergruimte in een kleine badkamer is het wel heel handig. Zeker. Als het ook gelijk een kast is. En er zat dan een heel mooie verlichting boven, hadden ze daar ook. Dan moesten we bijvoorbeeld een douchewand uitzoeken. We moesten uitkiezen welke wc-pot we wilden. Want wij dachten al van, oeh, zwevend toilet leek ons gewoon al een hele fijne upgrade. Maar hoeveel zwevende toiletten je daar dan niet had. Dat was de enige optie. Ja, we zagen zelfs een bidet. Dat we echt dachten, oh mijn god, dat kan ook nog. En dan moest je zelfs het knopje uitzoeken waarmee je wilde dat de wc doorspoelde en zo. Het was echt overweldigend qua keuzes. Toen we eigenlijk alles gekozen hadden, dat was denk ik in mei. Toen hadden we afgesproken dat in juli de badkamer verbouwd zou worden. Het verbaasde mij dat het al zo snel kon, maar dat was echt helemaal prima. Ja. En op de eerste dag van de verbouwing heb ik het volgende stuk gefilmd. Goedemorgen allemaal. Het is nu de ochtend van de verbouwing. Ik moet echt nog een beetje wakker worden. Ja, het gaat vandaag beginnen. Dus er worden heel veel tegels geleverd. Thank God gaat de aannemers, tenminste, we hebben contact met één iemand, maar ik neem aan dat het meerdere mensen zijn, die tegels naar boven brengen. Want het schijnt volgens mij echt zo'n 20 of 30 kilo per doos te zijn. En het zijn heel veel dozen. Is dat ik heel slecht kan tillen, anders zou ik wel even gaan meehelpen. Maar ik denk dat Nick wel even gaat meehelpen. En dan gaan ze dus vandaag beginnen met slopen. Ja, dus vandaag komen de tegels. Morgen komen allemaal andere badkamermeubels nog. Dus we hebben gisteren de hele avond alles lopen voorbereiden. Ik zal even laten zien hoe ons huis er nu aan toe is. Nou, de laatste keer dat... Oh, dit moet ik trouwens nog even weghalen. Dat de badkamer in de vlog zit. Dus we hebben dit allemaal helemaal leeg gehaald. Ja, deze kast ook en zo. Hey, alle spullen die geleverd worden, die moeten ook een plek krijgen. Dus we hebben dit helemaal leeg gemaakt. Zodat hier allemaal tegels en het bad en weet ik veel kunnen staan. Dus we hebben allemaal van die meubels en zo naar beneden verplaatst. Dan hebben we ook besloten dat ik gewoon 3 weken niet mijn kantoortje kan gebruiken. Dus dat hebben we ook helemaal leeg gemaakt. Dus hier kan ook nog van alles en nog wat staan. Verder hebben we ook begrepen dat alles echt onder het stof kan komen te zitten. Dus we hebben bijvoorbeeld dan een laken over deze kast gedaan, want die is gedeeltelijk open. Anders zitten gewoon al mijn spullen onder het stof. Oh, het is wel echt wel een onderneming. Ik denk dat iedereen dat wel weet die wel zo'n badkamerverbouwing heeft gedaan. Ook omdat het zo lang duurt. Dus hoe Nick's kamer er nu uitziet. Dus hier is nu even mijn kaptafeltje. En bijvoorbeeld mijn bureaustoel, een lamp. We hebben allemaal spullen onder dat bed bijvoorbeeld gelegd. En we hebben natuurlijk gewoon weken dan geen badkamer. We mogen gelukkig bij de buurvrouw douchen. Ik ga denk ik soms ook even bij mijn ouders in bad. We kunnen ons natuurlijk ook wassen aan de kraan. Maar het betekent dus ook bijvoorbeeld dat elke ochtend en avond kunnen we ook niet bijvoorbeeld onze tanden poetsen. Dus we hebben hier nu ook allemaal spullen in de keuken. Want de keuken zullen we nu heel veel gebruiken. Ik heb hier bijvoorbeeld ook allemaal skincare producten en zo in een keukenkastje gezet. Nick heeft alles in een mandje wat hij dan daar op de kast bewaart. En dan hebben we bijvoorbeeld de wasmanden. Die staan nu in de kledingkast. De handdoeken liggen ergens anders. Dus bij alles moet je nu helemaal nadenken van waar ligt alles. We hebben ook een zak met douchegel en shampoo en zo. Dat noemen we even de douchetas. Die we dan gaan meenemen als we bij iemand anders gaan douchen. Oeh. Dus waarschijnlijk went dit over een paar dagen. Maar nu zitten we de hele tijd van waar is de tandpasta? Waar liggen de handdoeken ook weer? Maar er is gelukkig wel altijd een wc. Want ze gaan dus de eerste badkamer volgens mij verbouwen.
En daar komt een wc in. En als dan die wc er eenmaal is, dan gaan ze pas met onze wc beneden aan de slag. Zodat er altijd een wc is. Ja, de eerste dag ging eigenlijk hartstikke soepel. Ze leverden het helemaal tot aan de bovenste verdieping. Echt naast de badkamer. Er werden containers geplaatst en ze gingen gelijk slopen. Ja, ik vond het heel heftig om dan zo ons oude bad en zo in die container te zien liggen. Ja, ook wel heel grappig. Ja, ik ook. Badkamer dag 3. Yes. Nou, het valt ons allebei heel erg mee. Oh, ik wou het tegen zeggen, maar ik doe mee. Nee, heb ik een buurtje tegen gezegd? Ja, nee. Het valt heel erg mee. We dachten echt van, oh, alles gaat mis. De levering komt niet. Het huis staat op stelten. Ja. Het gaat helemaal fout. Alles zit onder het stof. Ze lopen tegen problemen aan. Gewoon al die verhalen die je altijd hoort. Nou, eigenlijk nog ja. Niet. Het is niet relax, maar het loopt wel echt heel goed. We zullen even laten zien hoe het er nu voor staat. Ja. We zijn dus 3 dagen bezig geweest en de hele badkamer is gesloopt. Ze zijn al een klein beetje aan het opbouwen. Ja. Dus hier hebben we de wc aansluiting. Ongelooflijk, hè? En dit was echt heel veel werk, want ze hebben dus... Ze hebben al een gat naar beneden gemaakt. Ja, daar waren ze echt mee bezig de hele dag vandaag, toen jij in Utrecht was. Goed dat ik weg was. Want wij dachten dus dat we zo'n Sanibroeur wc moesten. Omdat daar heb je kleine leiding voor nodig. Ja, dus eigenlijk zoals zo'n leiding, want hier stond ooit een wasmachine. Dit is de afvoer van een Sanibroeur wc. Terwijl van een normale wc rioolbuis is heel dik. Ja, ja, het zal wel zoiets zijn. En wij dachten, dat moet dan helemaal naar onze eigen wc geleid worden. En nou ja, dat is zo erg uit de buurt, dat gaat niet lukken. Toen kwam de aannemer, die zei echt binnen 1 minuut, oh ja, dat gaat gewoon hoor. Ja. Dus dat scheelde €1500 in aankoopkosten. Dus de broers en de motor in is allemaal heel duur. Ja, nu heb je alleen een pot en een wandcloset en zo nodig. Ja. En het is ook wel fijn, tenminste ik was al heel blij geweest met die Sanibroeur dat we dan gewoon boven een wc hadden. Maar Nick had bijvoorbeeld vroeger zo'n wc. Dat was geen pretje, toch? Ja, het was fijn, anders had ik geen wc gehad. Alleen eigenlijk mag je niet poepen in die wc's. En het wordt met een motortje vermalen. En mijn zus heeft bijvoorbeeld ooit een tampon in die wc gehoord. Toen moest er een man komen om dat motortje te vervangen. En die zat ook nog eens onder de scheid, zeg maar. Jij allemaal... poepte daar toch ook wel in? Ja, gewoon stop. Ja, mijn ouders hadden ook zoiets van ja. Alles ging ik naar beneden om bij hun voor de slaapkamer te schijten. Dus zij dacht dat ik me lekker boos. Was daar ook een wc? Ik had 3 wc's vroeger. Jezus, wat een prins! Ja. Maar anyway, we hebben dus een normale wc komt hier en dat is gewoon heel fijn. En dan komt hier dus het meubel. En we hebben vandaag ook het bad geplaatst. Oh ja. Mijn god. Grappig die kleuren van die platen. Want ze moesten dus die hele gipswand ook opnieuw opbouwen, geloof ik. Dat was een beetje een tegenslag. Ja, ze wilden de tegels eraf halen. Alleen ze namen gewoon de hele muur mee. En toen dachten ze, oké, we halen de hele muur eruit. Ze gaat naar morgen de vloer willen volgens mij egaliseren. Als dat nog lukt. Ja, ik weet niet precies hoe het allemaal zit in de planning. Gisteren zeiden ze dat. De vloer egaliseren, dan kan het over het weekend een beetje hard worden. En dan komen ze later weer terug. Ja, en het huis is op zich ook best wel overzichtelijk, want... ze werken sowieso heel netjes, maar bijvoorbeeld de slaapkamer is gewoon, hier staat gewoon niks. Dus we kunnen eigenlijk ook alweer die spiegel en kaptafeltje weer terugzetten als we willen. Ja. Mijn kantoor is wel even buiten gebruik. Dus hier liggen gewoon allemaal spullen. Maar ja, dat is prima. Ja, want we doen de deur dicht en je merkt het niet. Nee. Ja, het gaat eigenlijk echt goed. Maar we hebben ook wel heel erg zin dat het klaar is. En we zijn pas 3 dagen bezig en het moet 3 weken. Dus. Iets wat best wel tegenviel voor het team van de aannemer... was de tegels. Want wij waren ons daar niet helemaal bewust van. Maar we hadden natuurlijk die hele mooie groene tegels zo helemaal rondom bij het bad. En we hadden dus ook nog hele mooie verticale tegels aan de andere kant. En we hadden hele mooie vloertegels. En de aannemer dacht volgens mij, nou dat is zo'n kleine badkamer. We zijn zo klaar met tegelen. Alleen blijkbaar hebben wij een iets andere smaak dan de gemiddelde badkamers die zij installeren. Want... wat nu heel erg in is, is van die hele grote tegels van 60 bij 60. En wij hadden allemaal kleine tegels. Ja. Want dat vinden wij gewoon heel mooi. Ja, het tegelen liep heel erg uit en daardoor dus ook de hele verbouwing. Ja. Maar wij vonden het prachtig. Op een gegeven moment was bijvoorbeeld alleen al 1 wandje met die groene tegels gedaan. En toen zaten wij al helemaal van wauw, dit is echt geweldig. En ik was op een gegeven moment met Bram op de Veluwe. En toen stuurde Nick mij het volgende filmpje. Want toen konden we ineens zo alle tegels bij elkaar zien. Nou Bon, bereid je voor. Grote transformatie. Vloer hebben ze gedaan. Nou, hier is nog helemaal kaal.
Deze muur hadden ze dus al gedaan, maar nu ook dit. Dus eigenlijk zie je daar alle drie de dingen bij elkaar. Ja, ik werd helemaal gek van enthousiasme. Ik dacht, oh, we hebben echt een goede keuze gemaakt. Heel vervelend voor de mensen die het nu maken. Maar we gaan er zo van genieten. Maar toen was het zover. Nieuwe update. Inmiddels zijn alle tegels geplaatst. En hebben ze de voegen gedaan. En nu is het ineens echt dat je denkt, wow. En ik heb het al gezien, maar Nick nog niet. Leuk. Dus Nick komt nu kijken. Oh. Zo. Mooi. Oh. Wauw. Zeker. Zo. Dit is echt wat we wilden. Heel mooi. Dat groen is ook zo mooi. Geweldig. Ook niet één tegel is hetzelfde, zeg maar. Nee. Dat is zo mooi. Ze moeten dus alleen nog kitten. Ja, hier ook dit. Ja, en bijvoorbeeld die badrand. Oh ja. Maar kijk ook hoe mooi dat goud erbij staat. Kijk, dit is ook mooi gedaan. Ja, hè? Ik denk dat het nog nat is trouwens. Super mooi. Zo zin om hier te plassen. Zo. Zo nu al wat. Kun je daar niet bij zitten? Onze knieën. Godverdamme. Nou, ik mocht toen ook in bad. Dus dat was echt fantastisch. Dat heb ik ook gelijk gedaan. En het bad was echt amazing. En wat ook wel echt leuk was, was echt de laatste of de ene laatste dag. Toen ze eigenlijk klaar waren met het tegel, wat best wel lang duurde. Toen hadden ze in één keer, was de badkamer soort van klaar. Hadden ze in één dag de badkamermeubel, de spiegel, de wc, de kraan. Zeiden ze van, nou, we zijn bijna klaar. Ja, en toen zagen we het ineens zo allemaal bij elkaar komen en dachten we, wauw. Ja, en toen zijn mijn ouders ook komen kijken. De eerste bezoekers. Tadaa! Zo, lekker. Zo, mooi joh. Heerlijk dit. Echt zo die wc. Dat heb ik zo gemist. Echt mooi. Maar dat bad zit zo lekker. Omdat dit zo schuin loopt. Mm-hmm. Ja, en dan kan je je voetbenen zo heel helemaal lang uit. Lig je zo lekker daar. Ja, je moet maar een keer in bad. Nou, de badkamer die was op een paar kleine details na gewoon helemaal af. Ik ga jullie straks natuurlijk uitgebreid de review laten zien. Maar we gaan nu eerst even door naar de wc. Want we wilden dus beneden ook een nieuwe wc. Ik laat jullie even beelden zien van de oude wc. Ik weet dat er mensen zijn die echt houden van deze classic jaren 30 wc's. Ik vind het ook echt wat hebben. Maar er waren gewoon iets te veel rare stukken en een watermeter midden in de wc en tegels waar gaten in zaten. Dat tegels die gewoon eraf vielen. Ja, dus we dachten we gaan gewoon de hele wc strippen en helemaal een nieuwe wc nemen. Ja, aan de plattegrond zie je dat de indeling een beetje hetzelfde bleef. Je kan ook niet zoveel in zo'n kleine wc. Nee. Dus je loopt op de wc af, heb je fonteintje en ja, de wc-rolhouder aan de andere kant. Ondertussen waren ze ook heel erg in de gang bezig, want er bleek dus dat we geen vermaler wc nodig hadden. Maar gewoon een normale wc boven in de badkamer konden. Omdat er dan echt een rioolleiding kon worden aangelegd die dan weer aangesloten werd op onze wc beneden. Ja. Heel sick. Het was heel bizar. Dus ja. Dit loopt echt nu, ja, eigenlijk als je boven doorspoelt, loopt gewoon door onze gang eigenlijk gewoon een buis naar de wc toe. Maar dat hebben ze heel mooi helemaal weggewerkt met een koofje en je ziet het eigenlijk niet eens zitten, maar het was echt... Ik vind het een grappig idee. Ja, maar dat is eigenlijk bij elk huis. Ja. Alleen dan zit het iets meer in de muren verwerkt. Ja, dan weet je niet hoe het loopt. Nou, ze waren dus die leiding aan het maken en het huis was gewoon één grote chaos. Overal waren ze bezig en stonden spullen. Dit is iets wat ik wel echt een beetje had onderschat. Want ik dacht van, oh, ze zijn gewoon boven bezig. Dan zijn ze boven klaar en daarna zijn ze beneden bezig en dan is er niks meer aan de hand op de bovenverdieping. Maar ze hebben natuurlijk ook gewoon spullen die overal staan en ze zijn ergens tegels aan het snijden en ze hebben ook wel gewoon ruimte nodig. Dus dit is ook iets, als ik ooit in een nieuw huis zou gaan wonen en budgettechnisch kan ik gelijk kiezen dat we dan de badkamerverbouwing doen, zou ik dat echt doen. Want ik vond het wel heftig om een badkamerverbouwing te hebben terwijl je in het huis woont. Ja, ook omdat we gewoon niet konden douchen. Ja, ik denk dat sommigen van jullie dat wel herkennen. Laat vooral ook hieronder even achter of jij wel eens zo'n verbouwing hebt meegemaakt en hoe soepel het liep. Ben erg benieuwd. Nou, de wc-verbouwing ging eigenlijk heel snel. Het is natuurlijk ook een kleine ruimte. En ik heb wat beelden gemaakt toen de wc al bijna helemaal af was, maar we moesten kiezen welke kleur we op de muur wilden. Hallo mensen. De wc is bijna klaar. We gaan hem laten zien. We hebben dezelfde tegels als in de badkamer. Oh ja.
De aannemer heeft een soort verlichting ingedaan. Maar we oh mijn god, het hele scherm werd wit. Alsof je zeg maar bij de tandarts ligt. Dus die spotjes gaan we nog even veranderen. Dat is niet helemaal onze smaak. De onderkant is bijna helemaal af. Dus we hebben deze mooie tegels die we ook in de badkamer hebben. Deze vloer waar we zo fan van zijn. Dit moeten we nog even mooi zwart lakken. Dit meubel is nieuw. We moeten eigenlijk ook een nieuw lichtknopje. Ja, dat kunnen we even wisselen. Dit gaat nog wegwerken, die watermeter. Ja, want hier zit dus de watermeter, omdat we een oud huis hebben. Dus hier komt nog een soort luikje voor of zo. Ja, we hebben een soort zwart accent. Dus dit is zwart, dit is zwart, dit is zwart. Hier komt een zwarte spiegel. En dan leek het ons heel leuk als dus de bovenkant bijvoorbeeld een beetje oranje of terracotta of zo zou zijn. Want we dachten dat dat heel mooi staat bij dat witte en zwarte van de badkamer. Oh, trouwens, het nisje vind ik ook heel leuk. Ja, leuk hè? Nou, dit hoeft van mij niet echt zo. Misschien kunnen we een leuk bosje bloemen of... Bosje bloemen? Droogbloemen of zo. Oh ja, leuk. Maar we hebben nu even twee testertjes van Flexa, want wij zijn heel erg fan van die Flexa Creations kleuren. We hebben spicy tagine. Ja, ik zie nu al dat hij een beetje donker is. Ja, en we hebben fresh fruit. Ik vind dit een hele mooie kleur, maar als ik hem googelde leek hij heel rood. Ja. Dus leven de tester. Zal ik die eerst lang leven de tester, ja. Pas op dat je niet morst, hè? Nee. Ik moet denk ik gewoon spuiten en dan rollen. Oké, maar niet te hard spuiten. Oh, dit ziet er veelbelovend uit. Helemaal niet rood. Hoeveel mag ik eigenlijk doen? Ik zou gewoon iets groter doen. Gewoon de hele muur als hij mooi is. Volgens mij zijn er wel mensen die het hebben gedaan. Gewoon met van dit? Ja. Best slim eigenlijk als je maar zo'n klein stuk hoeft. Maar ik vind het eigenlijk best wel cool. Ik vind het denk ik niet cool. Vind je het te oranje? Ja, denk ik wel. Maar het droogt nog op. Ik vind het zo moeilijk om dan voor me te zien als het helemaal is. Ja, het wordt niet mooi. Nee? Nee, dit is geen goede kleur. Ik ga morgen op vakantie. Mag ik die andere doen? Tuurlijk, schat. Wil ik het aan het lipje trekken of wil je dat ook doen? Ja, wil ik ook doen. Okay. Oh ja, het is best wel oranje, hè? Ja, het is niet mooi. Nou ja, dat gaan we nog zien. Moet toch opdrogen? Wow, dit lijkt heel erg op Merlot Mania. Oh! Oh, wat doe jij dik! Ja, shit, zo. Nick, niet zo! Niet zo hoog! Doe dan meer van links naar rechts. Ja, sorry. Oh, ik vind het best wel cool. Oh, dat vind ik wel heel wc-achtig. Ja, ik vind dit ook niet mooi. Ik vind allebei prima. Waarom doe je nou zo'n groot stuk? Ja, het is groot uitschot. Ik knijp te hard. Je blijft ook maar knijpen. Ik heb maar twee keer geknepen. Ja. Nog een keer. Ja, dat heb ik. Nick! Wat doe je nou, joh? Ja, oh. Je had mij gewoon moeten laten. Ik verpest. Hou nou op. Kan je dat weghalen daar? Ja. Oh my god. Ik zit helemaal onder. Jezus. God. Oh nee. Wat? Ja, het gaat nu ook op de tegels. Oh, wat? Je lijkt een soort maniak. Popje gezien? Kaasje de eerst. Oké. Okay. Nou, we let it dry. Oké, het is een uurtje later. Conclusie. Nick vindt het allebei lelijk. Dus. Nou. Wat gaan we nu doen, Nick? Ik ga nieuwe kleuren kopen. Nou, sterk nog, gewoon één kleur in één keer zonder tester wil Nick nu doen. Ja, joh. Hoe heet die ook alweer? Vol rabarber. Oh ja, vol rabarber. En die geloof je gewoon in één keer zonder te testen? Ja. Oké, nou, we gaan het zien. Ja. Joep. De aannemer is geweest en zonder tester heeft Nick dus eigenlijk vol rabarber uitgekozen. En ik ben helemaal trots op Nick, want het is zo mooi geworden. Had jij niet gekozen? Nee, jij. Oh. Oh. Dit is precies wat ik voor ogen had. Dit moet nog even iets leukers doen. Ja, ik vind het zo'n mooie kleur. Ja. Oh mijn god. En we vroegen dus, kunnen jullie ook het nisje en het plafond meenemen? Toen keek, ja, ze hebben gewoon een iets andere smaak dan wij, denk ik. Zij keek echt zo van, weet je zeker dat je het plafond niet wit wil? De een zou ik tegen de ander in het Turks van, het plafond moet ook mee. Zag je die ander ook zo? Nee? Ja, terwijl, kijk, ik vind dat juist heel sfeervol. Vooral bij zo'n ruimte als een wc, om dan gewoon het plafond mee te nemen. Echt, zou het iedereen aanraden. Toen mochten we accessoires gaan shoppen. Dat is echt een van mijn favoriete gedeeltes. Even een klein shoplogje. Nick, die was bij de Quantum. En die had ineens drie hele leuke dingen gekocht voor de nieuwe badkamer. Ten eerste deze wc-borstel. Het is allemaal wit met goud, wat helemaal past bij de accenten van onze badkamer. Deze zeeppop. Ja, er zit zo'n soort patroontje in. En dat goud past gewoon helemaal bij het goud van onze douche en kraan en zo.
En toen zag hij ook nog dit. En toen dacht hij, want we hebben heel vaak onze elektrische tandenborstels gewoon op die wasbak staan. En dat wordt altijd zo heel vies eronder. Toen zei Nick, kunnen we niet hier onze tandenborstel erin doen? Ik vond het echt een geweldig idee. Moet je nou kijken hoe goed dit allemaal past bij de stijl van de badkamer. Dat is echt niet normaal. Oh, zo. Ik ben helemaal impressed. Even kijken of onze tandenborstels hier echt in kunnen. Ja, oké, okay, hij staat dan misschien niet helemaal, maar... Oh, niks, de tandenborstel is beneden, want die was naar een hotel. Oh mijn god, obsessed! Oké, okay, nog even een mini shoplog. We hebben hier een hele oude roze badmat, die we al 100 jaar hebben. Dus ik dacht, nieuwe badkamer, willen we ook een nieuwe badmat? Dus ik heb er eentje op Weekamp besteld. Ik dacht dat crème het mooiste zou zijn in deze badkamer en met de vloer. En ik heb ook een, als het goed is, iets grotere dan we nu hebben. Dus laten we kijken. Leuk. Ja, wat kan ik erover zeggen? Ja, mooi. Blij mee. En toen werden nog de laatste details gedaan. En denk ik dat het nu tijd is voor de grote review. Dus we gaan beginnen in de badkamer. Nou, welkom in de badkamer. Zoals ik eerder al zei, hebben wij dus onze badkamer via Sani Direct besteld. We zijn er gewoon binnengelopen als normale klanten. Maar toen eenmaal bleek dat we daar de badkamer echt gingen aanschaffen, heeft Nienke een hele leuke samenwerking met ze opgezet. Dus ik wil ook echt even een speciale shout-out doen naar alle producten die van Sani Direct zijn. Want wij hebben dus eigenlijk korting gekregen op onze verbouwing in ruil voor wat leuke content die ik voor ze maak. Nou, in principe is bijna alles van Sani Direct, behalve dus onze vloertegels en deze tegels. Maar dit is dus onze badkamer. Het is echt fantastisch. Dus dit is onze wc. Ik geniet er elke keer van als ik erop ga. Onze mooie doorspoelknop. Die we zelf hebben uitgezocht. Nou, hier ben ik helemaal fan van. Want ik vind het heel chill hoe groot die spiegel is. Maar ook hoeveel hier wel niet in past. Ja, heel mooi. Niet normaal. Er zit ook een hele mooie lamp boven waarbij je echt perfect ook kan opmaken en zo. Ik ga trouwens al die producten van Sani Direct, dus welke wc we hebben, welke spiegelkast, meubel, welk bad en zo, die ga ik allemaal hieronder linken. Dit is dus onze wasbak en dus met gouden details. We twijfelden nog of we zeg maar twee van die losse wilden, maar ja, wij zagen het nut er niet echt van in. En ik vind het eigenlijk wel heel chic dat we een zo'n hele brede hebben. Dit is dus dat prachtige houten meubel wat we daar hadden gevonden. Die lades zijn ook heel chill. Ja, echt heel rommelig. We moeten ze nog even organiseren. Maar er past echt super veel in. En ik vind het gewoon ook weer heel mooi met dat goud. Nou, dan gaan we nu naar, ik denk wel, mijn favoriete gedeelte van deze badkamer. Die groene tegels zijn zo prachtig. Ze zijn ook echt zo uniek allemaal. Ja, verschillende kleurtjes. Heel mooie combinatie met het goud. Dus hier hebben we dan onze douche. Dus dit deel van het bad is zeg maar recht en dat deel loopt een beetje schuin. Nou, dit bad zit zo lekker. Nou, dan hebben we gekozen voor gewoon zo'n glazen wand. Dat vonden we gewoon het chills. Deze radiator hebben we ook via Sani Direct. Ja, we hebben gewoon bijna de hele badkamer daaruit gekozen. En het is ook echt nog voor een kleine badkamer nog best wel ruim gebleven. Ook met die tweede toilet. Ja, hij voelt ruimer dan die eerste was. Vind ik dus ook. Hoe kan dat nou? Nou, zometeen volgen nog echt de meest spectaculaire before- en afterbeelden aller tijden. Maar ik laat jullie eerst nog even zien hoe de wc geworden is. Dit is de wc geworden. Ook zo blij mee. Gewoon zo mooi afgewerkt. Hier zit trouwens nu het klepje van onze watermeter. Dat gaan we nog wel even toch iets anders overheen doen. Want dit is niet helemaal wat we wilden qua... Ja, je kan hem nu wel aflezen. Ja. Maar dat klepje is zo ledig. Dus misschien toch nog iets eroverheen doen. Ja. Nou, dat negeren we even. Maar verder, ja, hier willen we nog iets leuks inzetten. Hier hebben we dus gekozen voor wat meer zwarte accent. Ik vind dit ook heel mooi geworden. Ja. Ik vind dit echt heel cute. Dus ook van Sani Direct. En de opbergruimte eronder. Ja. Dus hier kan je ook gewoon nog dingen inzetten. Ja, dat is heel fijn. Het duurde even deze verbouwing, maar dan heb je ook wat. Linkje
linklijst naar alle Sani Direct producten staan dus hieronder. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ja, ik hoop dat jullie genoten hebben van dit uitgebreide verslag van onze verbouwing. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Doei!